Hallo mijn vriend, welkom in mijn winkel. Ik weet niet of je al eerder in mijn winkel bent geweest. En zoals je ziet, ja, ik verkoop allemaal spullen. Ik doe de partij verkopen en zo. En ik heb natuurlijk deze week heel wat producten ingekocht. En vandaag verkoop ik pindakaas. Ik heb een hele partij voorraad aan pindakaas. Ja, ik wil iets weten. Ja, ik moet het natuurlijk allemaal kwijt, maar ja. Voor de klanten doe ik dat er voordeel op, want dus partijverkoop betekent ook extra korting. Nou, wat is nou zo bijzonder aan? Nou, naast de hoge kortingen, nou, het is natuurlijk onze dagelijks behoefte. Nou, eten doen we dan en drinken doen we allemaal. En ja, waarom heb ik allemaal pindakaas ingekocht, joh? Mensen smeren toch pindakaas op een brood of een chocolaatje of hazelnootpasta. En pindakaas met nootjes. En dan kan ik ook pindakaas zonder nootjes. Met even stukjes pindas erin, weet je. Ja, is ook maar net wat je lekker vindt. Wat vind je eigenlijk lekker? Want ik weet niet hoe vaak jij hier ook pindakaas hebt gehaald. Hoe vaak heb je hier ook pindakaas gehaald? Je hebt hier eerder pindakaas gehaald. En hoe vond je het smaken dan? Ja, lekker. Welke had je dan genomen? Oh, die met stukjes pinda. Ja, die met stukjes pinda is echt lekker. Ja, maar daarom heb ik weer een nieuwe partij gehaald. Dus zal ik even laten zien hoe het eruit ziet? Nou, ik laat je eerst de kleine pot pinda zien. Zo, die. Wat zit erin? Nou. Ik zou niet echt naar de vetten kijken, tenminste. Ja, daar ben ik niet zo van, maar ik weet niet hoe het bij jou zit. Kijk je naar vetten? Koolhydraten? Ben je daarvan? Kijk je ook naar vezels, eiwitten, zout? Oh. Ja, dus je let er dus wel echt op van wat je binnenkrijgt. Nou ja, weet je, 100 gram. In de min 100 gram. Zit waarvan er 53,8 gram uit vet bestaat. Nou ja, ik kijk zelf ook naar dan eiwitten. Joh, dan is 23,1 gram aan eiwitten zit er in pindakaas. Vezels ook weer belangrijk. 5,4 gram voor de stoelgang, weet je. Als je nou hebt gegeten, moet je ook naar het toilet kunnen, weet je. Dat is voor je darmen, de werking van je darmen en zo, weet je. Dat is belangrijk. Nou, zal ik je even laten zien. Yo, wat is dit? Juist. Lekker. Pindakaas. Ja, weet je, dit is natuurlijk. Dan heb je dan wel echt pinda. Met de pindasmaak. Maar zonder dat stukjes pinda. Het is maar net wat je lekker vindt voor de mensen die dan echt gewoon echt natuurlijk willen. Ja, natuurlijk, daar doe je geen. Hou je zo natuur mogelijk. Geen gekheid, weet je. Ja, gewoon doodnormaal, zou ik zeggen. Ja, mooi. Nou, wat hebben we verder? Zal ik je even laten zien. Wat vind je lekker? Nou, dat zijn natuurlijk met stukjes nootjes. Had je zei je toch? Stukjes pinda, joh. Staat er ook stukjes pinda. Met stukjes pinda, joh. Die is echt hartstikke lekker. Dit is demonstratie. Ik laat je ook straks echt proeven als je wilt. Ja. Vandaar als je ziet dat het ook altijd aardig wat gelepeld is. Ja, voor de demonstratie laat ik altijd wel proeven van hoe het smaakt. Maar in dit geval omdat je ook onze producten al kent met stukjes pinda. Ik weet niet, wil je nog een stukje straks? Een doosje of zo, broodje met een beetje pindakaas. Nee, hoeft dat niet. Nee, zo genoeg zo. Je bedoelt, je weet al hoe het smaakt. Nou, dat is mooi. Nou, het mooie is, ik heb goed nieuws. Goed nieuws is dat vandaag, dat is natuurlijk per pot pindakaas, 2 euro afgeprijsd. Je hebt die cashback actie, hè. Weet je wat cashback actie is?
Nou, normaal gesproken, ik verkoop die pindakaas €2,50 per potje. Dan gaat het €2 vanaf. Dan hoef je meer 50 cent voor te betalen. Dus per pot pindakaas 50 cent, omdat ik samenwerk met die, met de pindakaasfabrikant. Die zegt, joh, jongen, je verkoopt veel pindakaas, maak reclame voor mij. 50 cent per potje pindakaas, schoon, goed. En, weet je, maak reclame. En de consument in dit geval ben jij. Nou, dan koop je lekker goedkoop pindakaas voor 50 cent. Dan kun je broodjes smeren. Goedkoop is het. Je kan nergens halen. Nergens. Ik kan je vertellen. Alleen bij mij. Nu. Weet je wat het is? Doordat ik een grote partij heb ingekocht, kan ik het ook goedkoop verkopen. Ook aan jou. Omdat je daar volgens consumenten van kan genieten, weet je. Het gaat erom zo van, joh, ik ben blij. Jij bent blij. Iedereen is blij, weet je. Ook de fabrikant is blij omdat ik grote partij inkoop, weet je, dan kan ik die prijs voor jou garanderen, dat die laag blijft, snap je? Nee, klant, ik weet, hoe vaak eet je pindakaas? Oh, zo, 1 pot per week. Zo, dat is aardig veel, 1 pot per week. Zo, dat betekent dat jij binnen een maand dan 4 potten pindakaas nodig hebt. Nou, hoe snel gaat ik verkopen? Als ik jou wil zeggen, joh, neem een paar potten mee, nee, geen geld, weet je, 50 cent per pot. Nou, 4 keer 50 cent, dat is €2. Dat is toch lekker, weet je. Per week 50 cent kwijt, omdat je 1 pot per week pindakaas natuurlijk verbruikt, weet je. Je verbruikt 1 pot, dus je verbruikt met 50 cent. Nou, hoeveel broodjes kan je smeren? Nou, ik weet niet hoe dik je broodjes smeert. Maar in principe, als je kijkt, weet je, ik denk ongeveer, je kan er 30 broodjes mee maken of zo. 30, 40, ja toch, zoiets. Smeer jij dik? Ja, lekker dik smeren, weet je. Broodje pindakaas, kaas is lekker, weet je. Smeert een broodje pindakaas met een plakje kaas erop. En het smaakt zo goed, jongen. Nou, dat is echt lekker, geloof me. Of weet je wat ook lekker is? Broodje pindakaas met sambal. Daar heb je echt een broodje met pindakaas smaak. Maar dat ook lekker pittig is, weet je. Nou, ik heb in ieder geval pindakaas naturel. Pindakaas met stukjes noot. Met stukjes pinda. Jij wil sowieso de pindakaas met stukjes pinda. Wil je ook nog wat voor je familie kennis halen? Ja, wil je dat ook? Nou, geen probleem, dan haal je toch 4 potten voor jezelf. Aangezien je 1 pot per week verbruikt, toch? En dan haal je voor je familie, weet je, voor je kennis ook nog wat, een paar potten of zo. Of wil je voor je vader en je moeder ook halen een potje? Joh, je wil 4 potten. Nou, 4 potten, dat is dan 4 keer 50, nou €2. Plus die €2 van jou, omdat jij zelf ook 4 potten haalt. Dan heb je 8 potten, dan heb je 4. Nou, dan heb je €4, toch? Ja, €4 voor 8 potten, man. Dat is helemaal niks, omdat je per pot 50 cent betaalt. Lekker, man. Ja, joh, zo'n slimme deal, dat kan je vertellen. Je bent goed bezig. Maar goed dat je voor je vader en moeder zorgt dat je er ook aan denkt, zeg. Nou, ik hoop je echt dan weer volgende week te zien of zo, weet je. Doe in 1 maand dat je ook nog boodschappen doet en zo. En daar heb ik ook andere deals aan, spreek je dan, hè.